Het staat in alle kranten. Het aantal mensen met een meningokokkenbesmetting neemt toe. Een 14-jarig meisje overleed vorige week nog. De GGD Dordrecht vertelt meer over deze relatief onbekende bacterie. Het komt eigenlijk weinig voor in Nederland. Er zijn, zo wisselt per jaar, maar zo'n 100 tot 120 gevallen per jaar. Dus dat is eigenlijk op heel Nederland, gezien de grote bevolking, natuurlijk weinig. En ook in onze regio zien we zo'n 4 tot 5 gevallen per jaar. Dus dat is niet zoveel. En vandaar denk ik dat veel mensen het niet van horen. Behalve als er bijvoorbeeld echt een overlijden is, dan komt dat vaak wel in het nieuws. De bacterie komt voornamelijk voor bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Maar wat is deze bacterie nou precies? De meningokokken is een bacterie en die kan een infectieziekte veroorzaken. Dat begint vaak met verschijnselen zoals hoge koorts, hoofdpijn, braken. Maar sommige mensen hebben wat minder typische verschijnselen. Begint het met een griepachtig gevoel of met diarree. En bij een klein deel van de mensen kan dat leiden tot een ernstige hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. In principe wordt iedereen als baby al ingeënt tegen de meningokokkenbacterie. Toch gaat er nu een nieuwe campagne van start om 14-jarigen in te enten. Het RIVM en de ministerie nu hebben besloten om het vaccinatieprogramma aan te passen. Maar dat wil niet zeggen dat er nu grote onrust moet zijn, omdat het blijven nog steeds relatief weinig gevallen in Nederland. Maar het is goed dat er nu in ieder geval wel actie op wordt ondernomen. Landelijk gezien is er geen grote onrust nodig door een gemiddeld laag aantal gevallen. Ook in Dordrecht hoeven wij ons geen zorgen te maken. We zien in onze, als GGD Zuid-Holland-Zuid krijgen wij meldingen van heel Zuid-Holland-Zuid. Dus ik kan in het algemeen over Zuid-Holland-Zuid zeggen dat we niet duidelijk een toename zien. We zien ook geen afname, maar we hebben vrij weinig gevallen per jaar. Dat komt door inwonersgrootte van heel Zuid-Holland-Zuid. En dan is het moeilijk als je een paar gevallen extra hebt om dan te zeggen dat is een toename. Dat kan namelijk ook toeval zijn.